Ambtenaren zullen vanaf 1 oktober een verhoging van bijkans 50% op hun salarissen merken. Dat bevestigt het bestuurslid van de CLO, Michael Miskin, tegenover onze nieuwsdienst. Miskin zegt een goed gesprek te hebben gehad met president Chan Sant'Oki over de TWK-regeling die de vorige regering onder Bouterse in juni 2020 was overeengekomen met de ambtenaren. Toen kregen de ambtenaren 20% TWK op hun salaris. De nieuwe regering onder leiding van Sant'Oki stopte deze regeling. De CLO heeft de regering inmiddels erop gewezen dat de TWK-regeling in een missieve is vastgelegd en het dus uitgevoerd moet worden. Naast deze regeling gaat ook de nieuwe loonreeks van de ambtenaren per 1 oktober in. Hierbij gaat het om een salariscorrectie van 25%. Het is namelijk zo dat de ambtenaren 20 maanden lang een TWK hebben gehad. En eind juni is dat tot het eind gekomen. De laatste TWK is in eind juni betaald. In juli hebben ze er niets van gemerkt, want ze hebben dus vakantiegeld gehad. Dus augustus hebben ze het gemerkt. Ze moeten het met 20% minder doen. Ik heb de president erop gewezen woensdag. Ik ben later op de middag door iemand van het kabinet gebeld. Men zocht de missieve. De missieve is het besluit is genomen op 26 juni van dit jaar. Ik moest als CLO-bestuurslid zelf in de Raad van Ministers aanwezig zijn om het voorstel toe te lichten. Heb ik ook gedaan. En de missieve is nu boven water gekomen. En de missieve verwijst naar een akkoord wat is getekend op 11 juni 2020 door de vorige regering en de CLO. Miskin begrijpt dat de extra betalingen aan de ambtenaren een grote druk zal leggen op het krappe budget van de overheid, maar wijst er ook op dat de kosten van levensonderhoud hoger zullen worden als gevolg van de devaluatie. Afgesproken was dat dus in juni, of na juni, juli, augustus en september zou die TWK voortgezet worden. En per 1 oktober 2020 zou de nieuwe loonreeks ingaan. En bij die nieuwe loonreeks zou er nog 25% gegeven worden op dat bedrag. Totaal komt het eigenlijk, als je het bekijkt vanuit de loonreeks van 2018, op een 50% loonsverhoging. Maar in principe is het eigenlijk 25% meer dan wat was gegeven, dus een bezoldiging opgeteld met de TWK. CLO-bestuurslid Michael Miskin tegenover onze nieuwsdienst. De ambtenaren krijgen per 1 oktober een loonsverhoging van ruim 50%, zegt de vakbondsman.